Ik ben gisteren aan NEC gekoppeld in de playoffs. Ik zag niet de absolute vreugde gisteren na de wedstrijd tegen Dordrecht. Nee. Voor ons was het al vrij vroeg duidelijk dat we de playoffs moesten gaan spelen. Ja. Dus, gisteren was ze heel blij en we gaan zaterdag laten zien wat we kunnen. Ja, best gekke avond dan denk ik, want er staat overal best wel veel op het spel. Ja, en voor jullie was het dan ook nog tegen Dordrecht, wat natuurlijk ook gewoon niet helpt in zo'n laatste wedstrijd. En wat je zegt, iedereen let toch een beetje op dat hij niet geblesseerd raakt of nog een kaart pakt. Best een gekke avond, denk ik, alsnog. Ja, zeker. Ik werd wat eerder gewisseld, dus het was een beetje koud, dus ik kon alvast naar binnen. Snel met Ziggo Go kijken wat er op de andere velden gebeurde. Genoeg. Ja, er was. Ik zag NAC nog voorbij komen, die van 2-0 nog 3-2 verloren. Dus ja. Ik denk dat het heel leuk was als je de hele dag op de bank zat. Nou, wij hebben gisteravond zaten we hier met z'n allen te kijken. En, ja, ik heb dat nog gezien, of ik heb dat voorbij zien komen op Instagram. Knoping of zo. Ja, dus dat was echt fantastisch. We zaten hier met z'n allen te kijken en we hadden ook Mart, die is voor Go Ahead Eagles. Dus die had natuurlijk de bizarste avond. En iedereen zat natuurlijk een beetje te scouten van oké, welke club zou ik wel willen, welke club zou ik niet willen. Nou vind ik natuurlijk NEC nog een hard club. Hebben jullie me niet echt blij gemaakt of zo? Nou ja, gewonnen uiteindelijk. Dus goed genoeg. Ja, is ook zo. En dat is misschien ook wel mooi. Je loopt nu tegen Almere City komende zaterdag. En daar heb je 2 keer van verloren dit seizoen. Maar als ik me herinner, had er eigenlijk allebei de keren misschien best wel wat meer in gezeten. Vooral de ene keer speelde je echt onder je niveau, denk ik. En die andere keer had je moeten winnen. Is het misschien ook wel lekker dat iedereen denkt, oh, NEC, ja, het zat er al een tijdje aan te komen, die playoffs. Daar maken we ons niet zo druk om. Dat je stiekem misschien aardig mee kan gaan doen. Ja, wie weet. Wat je zegt, het zou goed kunnen dat teams ons onderschatten. Voor ons maakt het niet zo uit, weet je wel. Ik denk dat wij psychologisch gezien een groter voordeel hebben. Aangezien zij een beetje in zak en as zitten, zou ik zo denken. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, die wedstrijd heb je natuurlijk ook nog Roda tegen de Graafschap. Ik denk ook dat Roda daarbij er toch iets nog lekkerder in zit dan de Graafschap. Terwijl de Graafschap heel het seizoen natuurlijk in de bovenste regio heeft meegedaan. Maar dat is natuurlijk voor NEC een beetje hetzelfde. Hoe kijk jij naar Almere? Verschrikkelijke ploeg om tegen te spelen. Ja, echt. Gewoon de spelers? Gewoon de manier hoe wij 2 keer hebben verloren van hun, dat is echt om te janken. Ja. Dus ik hoop dat we ervan hebben geleerd. Alles behalve bang voor hun. Ja. Dus, ik zag een interviewtje van je trainer, Rogier Meijer. Die had er wel vertrouwen in. Nou moet je dat natuurlijk sowieso zeggen. Maar die zei het ook op basis van die 2 wedstrijden eerder dit seizoen. Ja, kijk, die eerste wedstrijd thuis, denk ik dat je die gewoon moet winnen. Die tweede wedstrijd, maak je een snelle fout en dan gaan zij met z'n allen ingraven. Speel ze een beetje in de kaart. Maar ja, het is echt niet om aan te zien, maar ja, ze winnen wel 2 keer. Ja. Als wij van het weekend zo winnen, vind ik het ook best. Ja, dus, precies. Dat maakt natuurlijk sowieso niet uit. Hey, even over jou. Je komt op mij over als een speler die het volgens mij helemaal niet zo erg vindt als er wat meer druk op komt te staan. Klopt dat? Of oogt dat alleen zo? Ik vind het wel leuk, ja. We hadden het er wanneer was het vanochtend over. Het is gewoon leuk om weer een soort van uitgefloten te worden of zo, weet je wel. Gewoon dat er mensen je een beetje staan op te jagen en of toe te juichen of wat dan ook. Maar ja, ik vind het echt jammer dat er niet nu supporters bij kunnen zijn. Ja, dit soort wedstrijden. Het is toch leuk als je dan in zo'n vijandig stadion komt. Ja. Gaat het over 1 wedstrijd. Iedereen is tegen je. Ja, dat is alleen maar leuk. Ja, want na de wedstrijd waren er natuurlijk ook supporters bij het stadion. Dat was natuurlijk positief. Die jullie echt wel, denk
aardig in de stemming hebben gebracht voor zaterdag. Maar inderdaad wel mooi dat je ook zegt van zo'n vijandig stadion, hoe lekker het dan is. Dat je daar dan even, en zeker nu het over één wedstrijd is, dat je moet voorstellen dat daar al die Almere-fans zitten en dat jullie daar dan even vandoor gaan. Ik vind het wel mooi dat je dat ook zegt. Ja, dat geeft een eerlijk gevoel. Ja. Ja, zaterdag eerst hoorde dan Almere. Voel jij ook, want ik zei dat een beetje in mijn intro, maar zo komt dat op mij wel over. Je bent een belangrijke speler natuurlijk. Echt leider op middenveld, veel doelpunten, reserveaanvoerder. Voel je ook die behoefte of die drang, zeg maar, dat je ook het team op sleeptouw moet nemen? Nee, dat valt wel mee hoor. Ik denk, wat ik wel denk is dat op een gegeven moment raakte Rens geblesseerd. En als we dan hebben over iemand die voor ons belangrijk is, dan staat Rens echt als een paal boven water. Die is zo belangrijk voor ons, daar kan niemand tegenop. Ja. Op het moment dat hij wegvalt, dan valt er echt heel veel weg in verdediging, coaching, noem het allemaal maar op. En ik ben wat dat betreft helemaal niet zo ver. Nee, maar in de technische inbreng misschien in het spel, daar kan je jezelf toch niet uit het aanvalsspel van NEC wegdenken, toch? Denk ik. Dus je zegt dat natuurlijk niet over jezelf, want dan zeg ik het gewoon, toch? Dan zeg ik gewoon, ja, prima. Ja, prima. Hey, ik zei net al even. Wat je zegt, ik denk wel dat ik belangrijk ben voor de club en voor de spelers. En dat ik het hartstikke goed doe dit seizoen. Laten we het erop houden dat ik hoop dat ik die lijn door kan trekken. En dat we de play-offs winnen. Het is dus best wel jullie gemotiveerd hebben, jou gemotiveerd hebben met dat ze bij het stadion stonden. Ik denk dat dat heel mooi was. Het was in ieder geval heel mooi om te zien. Waar kunnen we je verder nog mee motiveren? Wat heb je nou nog even nodig om in die stemming te komen? Of zit het helemaal goed? Suggesties. Wat zei je, sorry? Ik zeg, heb je suggesties? Ik zou niks weten. Ja, ik weet het niet. Zit je? Ik heb wel zin om te beginnen. Wij zitten al het hele jaar een beetje op van die plekken te spelen. Van play-offs, soort van zekerheidje. En direct promoveren zit er niet in. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan ben je gewoon een jaar aan het voetballen voor deze week. Ja. Dus wat mij betreft hadden we vandaag wel direct weer kunnen spelen. Ja, maar heerlijk. Goed om te horen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga je sowieso ook zien bij de wedstrijd. Ik ben er ook bij. Kleine voorspelling? Ja, wij winnen de play-offs. Je winnen de hele play-offs ook gelijk? Ja, zeker. Met hoeveel doelpunten van Jordi Bruin? Eentje per wedstrijd zou wel leuk zijn. Eentje per wedstrijd. Oké. Nou, laten we die aangaan voor Almere. Laten we het zo doen. Als jij in alle drie de wedstrijden, als we dat gewoon gaan halen, alle drie scoort, dan zorg ik dat jij met nog een beter gevoel de Eredivisie ingaat. Dan krijg je wat van mij. Als er zaterdag al geen doelpuntje is, dan ben je mij wel wat verschuldigd. Want dan ben ik zaterdag al klaar. Heb ik heel die play-offs, heel dat idee wat wij met FC Afkikken hebben, daar heb ik niks meer aan. Ah, oké. Okay. Maar je kan het niet nog goed maken dan in die andere wedstrijden. Nee. Ja, tenzij. Ja. Ja, je moet er. Laten we zeggen dat je in de hele play-offs de 3 maakt. Ja, is goed. Lijkt me een goede idee, hoor. Doen we dat, ja? Ja. Score, wat dan? Ja, zeg het maar. Ik ga hier nog over denken. Ik kom er zaterdag op terug. Oké. Is goed. Ik kom er zaterdag op terug. Doen we dat, na de wedstrijd. Yes. Ben je de eerste. Oké, thanks voor je tijd, man.